vogelhumor bij Ruby Wax. En nu het verhaal van Guy de Maupassant, de gesluierde vrouw. Een van de hoofdpersonen vanavond is de acteur Bram van de Vlucht. Hij is de man die op zoek gaat naar het geheim van de vrouw met de sluier. Maar het voorjaar nadert en de eerste lammetjes worden geboren. Siegfried en James zijn dan ook druk in de weer met alle gevolgen van dien. Een portret van Jan Terlouw, lijsttrekker van D66. Volgens nogal wat enquêtes een van de meest geliefde politici van Nederland op dit moment. En volgens een aantal prognoses zal zijn partij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een flinke zetelwinst gaan boeken. Genoeg reden om eens te kijken wat voor mensen eigenlijk schuilgaat achter de politicus Terlouw. En hij eist altijd dat hij zijn eigen instrumenten mag gebruiken. Maar iedereen die hem hoort spelen vergeeft hem deze minpuntjes onmiddellijk. Vanavond speelt Arturo Benedetti Michelangeli Ravel en hij wordt begeleid door het London Symfonieorkest. Dat was een fragment uit de televisieserie Het Verraad. Marijntje Gijzen herhalen we met ingang van aanstaande zaterdag. Donderdag over een week start de NCRV met een nieuwe politieserie. En dat is niet zomaar een serie, maar de meest bekroonde Amerikaanse serie, Hill Street Blues. Over de ondergang van de Sperber, een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie dat in 1653 op de kust van Zuid-Korea te pletter sloeg. De serie werd geregisseerd en geschreven door Aline Mnuchin, die in de jaren 60 veel opzien baarde als directrice van de beroemde groep Théâtre du Soleil. Vooral haar opvallende nieuwe enseneringen zorgden ervoor dat ze de opdracht kreeg voor deze serie. Tijdens een wintersportvakantie heeft beseft Reggie Lambert dat haar huwelijk niet zo succesvol is en ze besluit te scheiden. Het lot beschikt echter anders voor haar en dat betekent voor u bijna 2 uur spanning. De man met de 5 paspoorten. 3 maal speelde de nog zeer jeugdige Romy de rol van Elisabeth van Beieren. Eerst als jonge prinses en als keizerin van dit Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. En de KRO zal al deze 3 films uitzenden. Toentertijd werden er heel wat tranen vergoten in de bioscoop en wie weet gebeurt dat vanavond weer.